Deze route wordt afgeraden? Wordt bij minder goed weer afgeraden. Maar ja, dat hebben wij ons nog nooit van aangetrokken. Dat is waar. We nog ver, Waddy? Ja hoor. Hè? We moeten nog ver. Ik wil elke keer onwijs hekel aan die vrachtwagens verblijven. Dat is bijna aan te. Voelt je zo wielloos als een grote vrachtwagen langskomt. Zuster Annie met de magie vangt de geblesseerde mannen op. Hoewel we nog eventjes staan te dubben, plakken de dames een kilometer achteraan. Hoewel we een bergzaam gebied moeten en er slecht weer op komst is, willen we ons toch niet laten kennen. Want wat onze Duitse vriendin Igoné kan, dat kunnen wij ook. Nou, 66. Ja, hè? Het enige wat me wel kut is, is dat mijn schoenen beginnen. Ik ben ze heel blij mee. Zeker als ik nu nog. Ik zou. Ik moet wandelen. Heffie, hè? Echt wel, want het is niet de laatste volgens mij. Scheiße, man. Afwikken. Afwikken. En vind je het nog leuk? Ja, enig. Met een paar droge sokken aangetrokken. Maar ik moet zeggen, dat scheelt wel. Lekker toch, Jarny? Nou, hè? Misschien stel. Is echt fuck. Gaat het nog? En mijn rug, man, van die rugzak. En pijn in mijn voeten. Hé? Volgende dorp. Zo hé, wat fijn. Dat dorp. Ontzettende opluchting, jongen. Ik dacht, het dorp komt nooit. Nou ja. Zie je maar, hè? Elk moment... Gaat voor. Ja, geweldig. In de zaal waar net 80 mensen knoflooksoep hebben gegeven. Maar jij niet. Ja. Heel kapot. Omdat ik 9 uur heb gelopen en daarna zonder pauze heeft nog eens iemand 3 uur lang tegen me aan zitten ouwehoeren. Camera niet opgenomen. Wat zijn dit voor achterlijke tijden? Is het echt pas 5:30? 5:30. Behalve was er op deze plek niets te eten, dus we vertrokken. Spartaans, zo. Lekker bikkelen. Hallo, hi, ciao, kuskot. Nantjes. Pigelmeekatootje heeft 17 kilo op de rug. Wat zou erin zitten? Alle gebonden jubileum-editie van de kinderen. Kind, dat heb je toch een talenknobbel? Talenknobbel, hè? Wat zei je nou? We hebben heute Abend nog een beetje feuer gemacht in ons open hart. Op de open haard. Ons open hart. Ons open hart. Een open hart operatie was dat. We hebben een open hart operatie uitgevoerd. Droge sokjes aan. Ja, sokken zijn nog nat. Het
eventjes haar oude, chagrijnige gezellig. Gaat je snuitje een beetje hangen? Ja. Het is voor het eerst. Ik ga een duim opsteken bij die 10 dagen dat jouw snuit gaat hangen. Wat dan? Van al die mensen. Van deze genoeg je, van. Dat je in een cafeetje komt en dat er dan 50 mensen voor je zijn voor een kop koffie. Dan kan ik, ik heb net het gevoel alsof ik ongevraagd weer een of andere groepsreis ben in mijn land. Voel je echt een slap Janus dat je dat doet? Ik vind het wel goed voor een keertje. Dan de Camino niet gelopen. Ah. Kilometer de bus hebben genomen. Industriegebied. Gestorben. Also jetzt bei der Herberge ist jetzt gerade vom Krematorium das Auto vorgefahren. Ah. Ja. Und heute Nacht, ich oder? Ja, heute Morgen wahrscheinlich. Aber Sie waren alle nicht so alt? Ich meine, jeder hat dann irgendwas. Aber ich glaube, er soll Francesco heißen. Und war der der große Mann, oder? Nein, der war einer von den Kleinen. Es waren ja so zwei, die auch ein bisschen kräftiger waren. Da soll einer gestorben sein, so 61 oder 62 Jahre alt. Der wird jetzt gerade abgeholt. Oh. Hm. Heftig, Mann. Heftig. Hey, maar het is toch makkelijk, jongens. Dan kom je vrolijk drinken met je vrienden. Met successen kom je de refugio binnen. En dan ga je er in de body. En hij is niet de enige die... En feestvierend is bezweken. De tweede die we zien, die niet heeft gered. Dus toen was hij, liep hij nog eventjes. Mijn moeder is van 1926. Gewoon met jullie had. Jij gaat het wel redden, toch? Dan hoef je ook alvast een kruis maken. Zie je? Man is hier gecrashed. Veel waard vandaag. Hoe komt dat? Weet ik niet. Ik had het vanmorgen al. Ik denk, oh. Maar het zou kunnen dat het verandert hoor, dat hij ineens vleugels krijgt. Vermoeide pijl vult de kruid en vraagt zich af. Stelt zich de vraag: heeft Julie McLean ook uit deze pomp gedronken? Hij laat zich hier van zijn mooiste kant zien. Ik ben een beetje, van Van Gogh ook een beetje treurig van stemming. Wat dan? Die man, zo zielig eigenlijk. Welke man? Oh, die dood is. Misschien is dat een dag. We mogen zelf gelukkig prijzen. Want met ons is nog niks aan de hand. Maar de Camino begint haar te eisen. You walk backwards. Yes. Yeah. Yes. It's better. Did cream help you? Ah, yes. Yeah, a little bit? Yes. So I want to buy same. Same, yeah. SLR July. Yes, I think you can buy it here in the village. But if you need some now, she can give you. No, it's okay. No? Yeah. Wat een kleuren eind nog. Maar we zingen ons moe. Zie je die oceaan, het Spaanse graan? Oh, ik voel het. Een liedje aan. Ze graan heeft de orkaan doorstaan. De grain in Spain stays mainly in the rain. Bravo! Wie hebben we daar? Onze Dirk. Dat was een tijd geleden. Echt? We dachten, jullie lopen echt ver voor. Ja, we hadden het vanmorgen nog over. Nou, dus we zijn het
zullen wel niet meer zien. Jawel hoor. We lopen ons eigen tempo. Kijk. Mart. Wat is de wereld toch klein? De wereld is zo klein. Goed om je te zien. Ja, Mart. Daar voelt je van me hoor. Nou hè. Lekker de ruimte. Is hij alive? Ja, ik slaap 100 keer liever hier dan op de vieze tenenkaart slaan. Ik ook. Stonk er echt naar zweetvoeten, echt. Je kan hier slapen en tegelijkertijd softtennis. Eten. Jawel, maar ze willen dat we ze volgen naar de kerk. Die worden helemaal gek. Ik was hier net zo lang te wachten. Ik heb de hele tijd in de kerk gezeten, en ben ik heel ongeduldig als ik in de kerk zit. En het was voor het eerst eigenlijk dat ik dacht van nou... moment van stilte, doordat ze afgeleid door alles in de kerk. Terwijl ik dat niet heb als ik een Boeddha-beeld zie. Wonder. Uit elkaar? Gaat de een eerder weg dan de ander? Nou, Dirk is altijd veel sneller. Ik moet haast praktisch iedere ochtend op hem wachten. Oh jee. En dan zit ik met trillende handjes zit ik alles vast te maken. Oh jee, hij zit te wachten. Ik heb dat nooit gemerkt. Dat is ingehouden trilling. Ingehouden. Ik hoor een Amerikaan die zei, niemand ziet ooit hoe gespannen je bent. Ja, nou, maar ik ben dat elke morgen wel. Ik heb het tegen je gezegd. Nou, dan kun je eindelijk even relaxed weggaan op je eigen tempo. Dat is toch ook mooi? Nou zo elke morgen dat ik weg ga, dan heb ik het zweet op mijn rug staan. Oh ja? Dat is niet goed. Heb ik nog een berg gehad? Nou, dan lig ik in een sporthal op de grond. Ik voel me net vluchteling van een vluchtelingen. Weet ik veel, een watersnoodramp of zo. Dat je met heel veel mensen tegelijk in een sporthal wordt opgevangen. Dan heb ik net mijn moeder ook nog aan de telefoon gehad. Die gelooft dan niet dat ik het echt ben. Die gaat me allemaal strikvragen stellen. Hoe heet de vrouw van Oom Frits? Hoe heet de vrouw van Oom Ko? Hoe heet de kinderen van Tante To? Hoe heet dat? Ik wil alle vragen goed beantwoorden. Dus werd ze iets milder. Maar hier is de partij paranoia. Ja, meneer, kom nu terug. Ik loog over 2 weken, dat is helemaal niet zo, dus het is volgens mij nog bijna een maand terug. Oh, wat lang, oh, wat lang. Dag 12. Ik loop alleen in Zambol. Toch ziet direct het file lopen niet en is vooruit gegaan. Ze heeft gedroomd. Ik ben net overleden tante Joke zat te zingen. Dit van Walk Alone. Maar eigenlijk walk je altijd mee. Heerlijk, en een dagje dus. Nee. Het lijkt me ook lastig, sommige stukken. Oh ja. Voordat alles gereserveerd komt er niks. Toos, wat is er? Je hebt gisteren ermee lopen gooien, dus je straf. Ja, maar ik had hem. Hé, hij staat hier! Ik heb hem. Helemaal blij. De mares, en la tierra la que voy.
stok steeds naar. In dit klooster werden vroeger de pelgrims, de zieke pelgrims werden hier opgevangen. En die leiden heel vaak aan Sint-Antoniusvuur. En dat is een hele nare, een hele pijnlijke ziekte. Wat tot gevolg ernstige verminkingen van de ledematen heeft. En dat ontstaat door beschimmeld graan te eten. Toestaan, hè, Wadi? Ze zijn op zoek naar kwark om op die besteking te leggen van die mannen. Al die mannen die hebben wat, hè? Ja. Al die vrouwen hebben helemaal niks aan te doen. En how are your feet? Oh, they're bad. Are they? Ja, they started to get infected. No. Vraag je niks af? Ja, dan vraag ik me toch één ding af. Zou Shirley McLean misschien uit deze kraan gedronken hebben? Zie je in de verte dat lint zo zich slingeren? Ja. Dan moeten wij dus nu, 12:00 PM, met de zon helemaal hoog in de hemel, moeten wij daar op. Als je maar een keer vroeg op moet staan. Je slaapt elke keer zo lang uit? Gelukkig heb ik mijn korte broeken. Wat geeft daar licht? Wat geeft daar licht? Mijn god, gaat hij de hoek om, slingert hij nog 6 keer omhoog. Jezus Christus. Zet je toch te denken, hè? Waarom zou ik die berg beklimmen als ik er aan de andere kant weer af ga? Die gaat als een gems die berg af. Houdt de hele tempo kwijt. Hallo, mannetje met je hoedje. Groetje. Anita en Toetje. Yes.
schoenen doen gewoon hartstikke pijn. Hou ze op, Annie, alsjeblieft. Prinses Niederink is weer een doos. Die is hard weggelopen. Ze had geen zin meer om te wandelen. Er is dus inderdaad geen fuck in het dorp. Dan ligt het altijd aan anderen. En vooral niet aan mezelf. Maar ik ben nu weer helemaal zen.